Dat baart mij even grote zorgen als de oversterfte zelf. En de moedwillige manipulatie van de feiten en het laffe wegkijken belooft weinig goeds voor de toekomst. Dank u wel. Als u zegt als spreker, dan heeft u tegen de Kamervoorzitter, hè? Spreekt u tegen mij, dus dat is een beetje raar. Het was mede aan u gericht, meneer de voorzitter. Oké. Mevrouw Agema. Dank u wel, voorzitter. Oversterfte als gevolg van vaccinatieschade is denkbaar. Dus ik heb niets anders ook net ingebracht. Nou ja, voorzitter, mevrouw Agema die heeft, als ik het goed heb begrepen, juist opgemerkt dat vaccinaties hebben gezorgd voor ondersterfte. U heeft daarna wel gevraagd om wat meer duidelijkheid over mevrouw de Agema heeft bijwerkingen. Gevraagd. Mevrouw Agema. Maar ik heb mevrouw Agema niet gehoord over de overduidelijke correlatie tussen die injecties en die massale oversterfte. Want we zien het keer op keer, nadat mevrouw Agema hier de blaren op haar tong aan het pleiten was om vooral meer te injecteren, zagen we kort na die prikrondes dat die oversterfte weer ernstig toenam. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb helemaal nooit voor meer. Ik heb altijd gepleit voor een eigen keuze. We leven in een vrij land, godzijdank. En ze mogen zelf kiezen. Maar vaccinatieschade is denkbaar en daarom heb ik daar ook weer vragen over gesteld. Maar we weten ook allemaal dat de coronastrategie in precies dezelfde periode leidde tot een opschaling van coronazorg in de ziekenhuizen en het tegelijkertijd afschalen van reguliere ziekenhuiszorg. En het verloren gaan van 460.000 gezonde levensjaren. Er is 10% ziekenhuiszorg niet doorgegaan in 2020. Dat kan toch ook tot oversterfte hebben geleid? Ja, allereerst mevrouw Agema heeft gelijk als ze zegt dat de PVV inderdaad wel tegen dwang heeft gestemd. En altijd ingezet op basis van vrijwilligheid. Maar dat neemt niet weg dat mevrouw Agema zich een warm voorstander heeft getoond van de vaccinaties. En alle moties die erop gericht waren om meer te vaccineren, dat meer toegankelijk te maken, zijn allemaal door de PVV gesteund. En natuurlijk, er zijn meerdere mogelijke oorzaken te verzinnen van oversterfte. Ik heb duidelijk gezegd dat er op dit moment nog geen kausaal verband onomstotelijk kan worden vastgesteld, omdat dat niet wordt onderzocht. En als we kijken naar die andere mogelijke oorzaken, uitgestelde ziekenhuiszorg, noem het maar op wat mevrouw Agema heeft, dan verklaart dat niet die correlatie tussen de injecties en de oversterfte. Want dan, dat zou niet verklaren dat kort na al die prikrondes opnieuw die oversterfte weer explosief toeneemt. Ja, mevrouw Van der Plas. Ja, dank u wel. Ik was even benieuwd waar de heer Vermeijeren mij en de PVV nou precies van beschuldigt. Want ik hoorde zeggen promotie en van vaccinaties en zo, maar wat is precies de beschuldiging? Wat hebben wij veroorzaakt met z'n tweeën? Nou, ik heb ook NRC genoemd, maar dat waren drie voorbeelden. Het is eigenlijk de gehele Kamer, uitgezonderd Forum voor Democratie, heeft zich altijd voorstander getoond van het massale vaccineren van de gehele bevolking. Ook mevrouw Van der Plas heeft nooit kritische vragen gesteld over de veiligheid en effectiviteit van de vaccins toen al die prikrondes plaatsvonden. Hetzelfde gaat eigenlijk als met de PVV. Ook mevrouw Van der Plas inderdaad had wel kritiek op de QR-code, had wel kritiek op dwangmaatregelen en bepaalde andere vormen van druk uitoefenen. Maar het massale vaccineren van de bevolking als zodanig, daar heeft alleen Forum voor Democratie zich tegen verzet. Wij hebben altijd gewaarschuwd voor die experimentele fase. Wij hebben altijd benadrukt dat het een gentherapie is. En mevrouw Van der Plas bleef altijd muisstil en heeft zich gewoon warm voorstander getoond van het massaal vaccineren van de bevolking, zij het vrijwillig, maar dat maakt het niet minder schadelijk voor de mensen die wellicht vrijwillig een vaccin genomen hebben, hoewel dat in dit geval natuurlijk niet echt vrijwillig was en nu in het ziekenhuis liggen of zijn overleden. Afrondend. Ja, warm voorstander, dat is een groot woord. Wij hebben inderdaad altijd gezegd, mensen die dat vrijwillig willen. Er waren bijvoorbeeld kinderen met zware aandoeningen die als zij in aanraking kwamen, bijvoorbeeld met iemand die een COVID-besmetting had, wat voor die kinderen gewoon ernstige gevolgen zou hebben. En natuurlijk, die ouders, die ga ik niet tegenhouden om een vaccinatie te halen. Als zij zeggen, mijn kind kan daardoor functioneren in de maatschappij en die kan weer een keertje mee. Met de opvang een keer naar een dierentuin of weet ik veel wat. En anders zit mijn kind helemaal opgesloten in deze hele periode, omdat ze totaal niet in aanraking mag komen
met die besmetting. Wie ben ik dan om te zeggen van dat mag je niet doen? Dat is iets heel anders dan te zeggen dat wij massaal warm voorstander waren van het massale injecteren van de bevolking. Dat is iets heel anders. Maar mijn vraag is nog steeds, want de heer Vermeijer heeft een grote woorden en vooral lang, ja, ik ook, maar goed, doet niet toe. Nou ja. Maar wat is nou precies de beschuldiging? Want daar hoor ik hier nou in, omdat wij hebben voorgestemd voor zich vrijwillig wilde laten vaccineren. Zijn wij dan schuldig aan vaccinatiedoden? Of wat is nou precies de beschuldiging? Nou ja, ik val mogelijk in herhaling, maar ik heb even een aantal voorbeelden opgezocht. Mevrouw Van der Plas die heeft een motie van 3 juni 2021 van mevrouw Den Haan gesteund, waarin werd opgeroepen om het belang van de tweede vaccinatie verder te benadrukken en om die vaccinatieronde verder te intensiveren. En ik vind het eigenlijk heel kwalijk dat kinderen met een kwetsbare gezondheid onder sociale druk stonden dat ze niet naar de dierentuin mochten als ze niet gevaccineerd worden, als ze niet gevaccineerd zouden zijn. En Forum voor Democratie heeft gezegd, laten we nou juist mensen met een kwetsbare gezondheid beschermen tegen deze mogelijk zeer gevaarlijke injecties, waarvan de veiligheid en effectiviteit simpelweg niet waren aangetoond. Voorzitter, het gaat helemaal niet om of wij vonden dat een kind naar de dierentuin moest kunnen of met de klas ergens naartoe moest kunnen. Het zijn die ouders geweest. Die hebben gezegd, mijn kind kan gewoon geen besmetting opleveren. Mijn kind kan doodgaan door een besmetting. En als de heer Vermeijeren misschien iets meer energie had gestoken om met die ouders te praten en de reden te zoeken waarom wij dan bijvoorbeeld voor zo'n motie stemmen of het belang voor kwetsbare groepen, dan had hij hier niet gestaan om ons toch indirect een beetje te beschuldigen van vaccinatiedoden. Van mij hoeft het kind niet naar de dierentuin. Die ouders, en ik noem het gewoon als voorbeeld, de dierentuin, maar het kan ook naar opa en oma zijn. Het kan gewoon een normaal sociaal leven zijn, dat een kind gewoon een normaal sociaal leven heeft en niet thuis opgesloten hoeft te worden, omdat hij nergens naartoe kan, omdat er geen vaccinatie dan in de ideale wereld van de heer Vermeijeren gegeven zou worden. En die ouders hebben ons hier gevraagd van jongens, alsjeblieft, mijn kind die kan dit gewoon niet. Ja. En dat staat helemaal los van alle, want wij hebben heel veel kritiek gehad op het COVID-beleid, heel veel kritiek. Maar dat kan je toch niet zeggen dat je dan hebt veroorzaakt dat er massaal mensen dood gegaan zijn aan een vaccinatie? Ja. Dat is gewoon te zot voor woorden. Kort antwoord. Nou ja, voorzitter, in plaats van dat mevrouw Van der Plas hier aan het pleiten was om dan vooral mensen te gaan injecteren, want die motie die zag niet alleen om kwetsbare mensen, maar je had ook voor de motie kunnen stemmen om alle coronamaatregelen per direct af te schaffen. En daar heeft mevrouw Van der Plas tegen gestemd. En daar zit het probleem. Misschien had mevrouw Van der Plas zich iets meer moeten verdiepen in mensen die werden uitgesloten van het sociaal-maatschappelijk leven omdat ze nergens meer naartoe mochten zonder QR-code. Misschien had u wat meer ouders moeten spreken die met de tranen in hun ogen onder druk gezet werden omdat ze hun kinderen buiten in de kou moesten afdrogen na zwemles, dan dat u misschien die coronamaatregelen willen afschaffen samen met Forum voor Democratie, in plaats van hier die vaccins te zitten gaan promoten om de samenleving weer open te kunnen gooien. Voorzitter, wij hebben voor heel veel moties gestemd die het mogelijk zouden maken om voor mensen om weer deel te nemen aan de maatschappij. We hebben heel veel moties. Dus de heer Vermeijer kan selectief moties toveren. Een afweging is alle coronamaatregelen. En in sommige gevallen was dat gewoon misschien niet handig met de wetenschap van dat moment. Alle, het woordje alle. Wij hebben voor specifieke moties nog gestemd om bijvoorbeeld in sportscholen terecht te kunnen. Ja. Om de kappers weer open te doen. Dus meneer Vermeijeren moet hier niet allemaal fabeltjes gaan verkondigen. Want het is gewoon pertinent niet waar. Het is gewoon pertinent niet waar. Alles wat ik zeg, mevrouw Van der Plas, is feitelijk juist. Die heeft tegen een motie gestemd om de coronamaatregelen, de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen af te schaffen. Een motie van, 20 januari 2022. U heeft tegen een motie gestemd van 16 februari 2022 om die afschuwelijke mondkapjesplicht af te schaffen. U vond het prima dat iedereen zich gemelkord moest begeven in de samenleving. Mevrouw Van der Plas, u bent de grootst mogelijke schijnoppositie geweest toen Nederland werd onderworpen aan een schrikbewind. Nou, ik kan me ook nog een mondkapjesmotie herinneren hoor, van Forum, waar ze voor hebben gestemd.
Kan ik me ook nog herinneren. Kunt u zich herinneren? Kan niet, voorzitter. Kan de heer Vermeijeren zich die herinneren? Dus u moet niet alles hier allemaal op één hoop gooien. De COVID-periode was een periode van allemaal verschillende dingen die er gebeurden. En met de wetenschap van toen. En ik kan in mijn, al mijn eerlijkheid zeggen dat ik hier heel erg veel kritiek heb gehad op het coronabeleid. Echt heel veel kritiek. En de heer Vermeijeren, ja, nogmaals, die staat hier gewoon fabels te verkondigen. En die zet zijn achterban... En dat vind ik nog kwalijker, maar goed, ik ga ervan uit dat de achterban volwassen genoeg is om zelf na te denken. Die zet zijn achterban gewoon compleet op het verkeerde spoor. Die staat hier gewoon eigenlijk een beetje te zeggen dat wij allemaal corrupt zijn, dat wij schimmig zijn, dat wij mensen allemaal dood willen hebben, hè, en dat het allemaal hier allemaal in het geheim is. Dat is gewoon totaal niet waar. En in de wetenschap achteraf, hè, met wat je nu weet, zou je misschien sommige dingen anders doen. Hè? Dat weten we niet, want straks komt er misschien een virus en dan, hè, pas dan kun je dat bepalen. Maar ik vind het heel kwalijk, voorzitter, hoor, ja, wat de heer Vermeijeren hier doet. Korte reactie. Ja, Forum voor Democratie heeft in de eerste 3 weken van het coronavirus ervoor gepleit om een pas op de plaats te maken, omdat er nog heel weinig bekend werd. Daarna werd heel gauw bekend dat we hier te maken hebben met een verkoudheidsvirus dat helemaal niet zo gevaarlijk was als in eerste instantie werd beweerd. De feiten en cijfers lagen allemaal op tafel. En ik vind het een vals verwijt dat mevrouw Van der Plas mij toewijdt dat ik zou hebben gezegd dat zij mensen dood zou willen hebben. Okay. Heb ik niet gezegd. Ik heb geconstateerd dat u gestemd heeft. Of dat doelbewust of opzettelijk was, kan ik niet beoordelen. Ik kan niet in uw hoofd kijken. Het was in ieder geval op zijn allerminst naïef. Afrondend, kort. Ik wil voor de handelingen geregistreerd hebben dat het Forum voor Democratie was die in maart 2020 als een van de eerste partijen heeft opgeroepen tot een lockdown. Dat heb ik zojuist erkend. Dat was inderdaad in de eerste 3 weken. En als u goed heeft opgelet, dat wil ik dan ook graag aan de handelingen laten toevoegen, is toen gepleit voor een lockdown van ten hoogste 3 weken om meer informatie te krijgen over de aard en ernst van het virus. En toen die informatie bekend was, hebben wij direct onze overwegingen gemaakt en altijd gepleit voor afschaffing van alle vrijheidsbeperkende maatregelen. Ja. Motie 10. De heer Vermeijeren heeft ons reeds verlaten, maar misschien dat u toch een oordeel kunt geven. Ja, dat gaat over het onderzoek naar geboortegegevens. De Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 heeft hier al uitgebreid onderzoek naar gedaan. Zeg ik even tegen Forum voor Democratie die al vertrokken is. Dus kennelijk niet zo geïnteresseerd in het antwoord. Maar hij is ontraden. Hij is ontraden. Dank u wel. Dinsdag 27 februari gaan wij stemmen over de moties. Ik dank de minister voor haar aanwezigheid. En ik schors tot 8:15. Tot zover.